vernoeg, niet de baas. De staat had me gevangen en verstopt. Omdat ik de hele game overneem en niet stop. Ze kunnen mijn leven op aarde niet aan. Omdat ik ze uitleg dat ik er ver boven sta. Bijeen met energie geworden. Dat is een titel die je behoort toe te komen. Is niet een titel die je zomaar krijgt. Illuminatie accepteerde mij wel gelijk. You are energy was het eerste bericht dat ik kreeg. Besef heel goed welk leven ik leef. Leef mijn leven alleen en eenzaam. Er is niemand die ik zomaar gehoorzaam. Ik luister naar mezelf en naar gelijkgestemden. Negatieve mensen willen mij alleen maar rellen. Bij mij kan je niet rellen of zomaar even aanbellen. Alleen mijn gasten komen in mijn huis. Alleen mijn gasten kennen mij van binnenuit. Dus waarom blijven jullie mij ontvoeren? Ik heb geen voel voor jullie, dus wat wil je nou horen? Ik ga niet blijven springen van kliniek naar kliniek. Ik spring van dimensie naar dimensie. Af en toe misschien wat turbulentie. Maar niet dat mij ooit pakken zal. Leef mijn leven vrij met een voet of basketbal. Kickboksen doe ik ook. Kampioen zijn zit in mijn genen. Roken ook. Probeer alle mensen te helen op aarde. Maar op een dag zijn jullie maar allemaal niks waard meer. Dus als ik afstand neem, zorg dan dat je mij vergeet. Want op dit moment is mijn leven veel te heet. Niemand die me kan helpen of begrijpen. Veel niggers die onder de druk bezwijken. Van begeleiders tot artsen tot psychiaters en die daarboven staan. Ik ben een echte soldaat en ga elke strijd aan. Al is het de hele wereld tegen ik. Kijken wie er thuis rustig achterover zit. Laat me niet hersen spoelen door negativiteit. Alleen maar zonde van mijn tijd en weet hoe slim ik ben. Omdat ik de wereld zoveel beter als jullie ken. Dus kom met mij zoveel te vragen. Kijk naar jezelf, denk na en begin je te gedragen. Dat zijn de dingen die je moet afvragen. Want zolang je mij als voorbeeld neemt, weet je zeker dat ik je ooit een keer meeneem. En waar naartoe? Dat hangt af van jouw gevoel. Nogmaals, neutraal of positief. Daar houd ik je op het juiste pad met veel liefs. Alles komt me vanzelf toe. Daarom ben ik nooit moe. Gelijkgestemden komen vanzelf op mijn pad. Maar die negatieve vibes ben ik meer dan zat. Fuck de police, middelvinger voor jullie allemaal. Die me continu met geweld uit mijn huis haalt. Omdat jullie nachten niet kunnen slapen. Ik zal in ieder geval nooit over jullie waken. Ga maar op zoek naar je eigen geloof. Maar niemand die mij nog berooft. Opname 4, inmiddels in 10 maanden tijd. Geen stress. Elke opname word ik wijzer. En herken ik de grijze. Ja, de grijze mens. Mix van zwart-wit. Grijs geeft aan op welk pad je zit. Zo geeft elke kleur wat bijzonders mee. De vraag is nu, wat doe jij ermee?